Ze start vrij, de vlag is omhoog. Alle 9 paarden rijden aan. En de start is gevallen voor de Wevers Nieuwstadprijs. En een goede start is er in het midden van de baan van Von Pompon. Maar misschien nog wel sneller aan de binnenkant is Tom Kooijman met Newton Renka. Newton Renka die heeft de leiding genomen voor Von Pompon. Buitenzijde is er voor Kiss and Ride met erachter NLO. En in het midden zien we ook I Dream With You. Met op het moment in 6e stelling, dat is Flaming Glory. Geflankeerd door Hockeyam voor Cassidy Bit. En 2 lengtes erachter zien we op dit moment de favoriet Mistral Ricardo. En die is rustig begonnen aan het karwei. Die laat zijn paarden daarvoor even uitrazen en de posities bepalen. En die posities die zijn nog niet bepaald, want er is vooraan strijd om de leiding tussen Newton Renka en Kiss and Ride. En Kiss and Ride en Giel Wilta gaan op dit moment overnemen paard nummer 5. Die neemt de leiding voor de 1, Newton Renka. Daarachter zien we het tweede spoor, nu I Dream With You, dat is paard nummer 4. En die 3 paarden die leiden op dit moment de overige paarden, waaronder Von Pompon met aan de buitenkant Flaming Glory. Die zit in een prachtige positie, met nu ook naar het tweede spoor NLO voor Hockeyam met erachter Cassidy Bit en Mistral Ricardo. Vooraan is het Kiss and Ride, die bepaalt een paard dat nog wel eens ongelukkige koersverloop heeft gekend. En vandaag gaat Gild Wildhagen het van de kop af proberen met Kiss and Ride. Kiss and Ride wordt daarnaast gezeten door I Dream With You. Derde stelling zien we op dit moment Newton Renka voor Flaming Glory. Von Pompon wordt naar de tweede spoor genomen en maakt een paar kleine mispasjes. Hetzelfde geldt daarachter voor NLO. En tussendoor kan precies doorschieten, dat is John Dekker met zijn Hockeyam. En die gaat nu naar die voorste 4 paarden. En hetzelfde geldt voor binnendoor voor Mistral Ricardo met uitgeschakeld. Nummer 2-2 galop. Paarden gaan er voor de laatste keer de Dirk Bolwijn-docht door, maar nog altijd Kiss and Ride. Kiss and Ride met daarachter de 1, Newton Renka. Voor aan de binnenkant de 6, Flaming Mistral Ricardo. Het zijn 3 gele kanaries, die liggen op het moment op 1, 2 en 3, maar wel in het eerste spoor. En het is te hopen dat Mistral Ricardo straks misschien nog ruimte krijgt. En hij wordt nu aan de buitenkant voorbij gezeten door Flaming Glory met daarachter Hockeyam en ook Cassidy Bit. Maar het is nog altijd Kiss and Ride. En daarna zien we nog altijd I Dream With You. Men nu gaat naar het derde spoor Cassidy Bit en die wordt daarachter gezeten door Hockeyam. 3 paarden gaan op dit moment naar het derde spoor en alle paarden zijn op dit moment nog dicht bij elkaar. Met Kiss and Ride aan de leiding. Newton Renka vlak erachter. Mistral Ricardo daar weer achter. En nu al galopade van op dit moment van Flaming Glory. En wegzakt is op het moment I Dream With You. 5 paarden lijken heel gaan de strijd om te gaan voor de winst. Met nog altijd Kiss and Ride. Kiss and Ride. En daarna zien we op dit moment Cassidy Bit. Met voorbij is het Hockeyam. Binnenkant nog altijd voor Newton Renka. En nu komt er ook ruimte voor Mistral Ricardo. Mistral Ricardo gaat naar het tweede spoor. Maar gaat hij dan ook proberen om te winnen. Vooraan is er nog altijd Kiss and Ride met de middenkant voor Cassidy Bit. En binnendoor zien we daar Newton Renka. Dat zal toch niet met Tom Kooijman. Newton Renka, partner 1, die wint het voor de 8. Cassidy Bit close op de 3e plaats tussen de 5 Kiss and Ride en de 9 Hockeyam. Maar de slimste, die won de 1 Newton Renka. En daar zijn ze, de winnaars, paard nummer 1, Newton Renka met Tom Kooijman. Newton Renka, een 4-jarige bruinruim van boosterwinner uit El Pasarenka. Gefokt door René Knipscheer in eigendom van de Gele Canaries. Trainer Bas Krebas en winnende rijder Tom Kooijman. Zelfde combinatie als zojuist met Megan Flevo.
En nu zien we Newton Renka die de koers heeft gewonnen. Bas, gefeliciteerd. Hier had je misschien op voorhand niet op gerekend. Nee, hij stond heel zwaar, maar hij loopt voor het eerst met trekproppen vandaag. Je ziet, hij is een beetje wakkerder. Dus ik ken niet zo stilstaan. Maar het is natuurlijk altijd een goed paard geweest. Maar vandaag liet hij weer eens een beetje zijn ware gezicht zien. Heel blij mee. Hij heeft veel koersen van kop af gewonnen. Vandaag een andere tactiek, maar die blijkt ook te werken. Ja, zeker in een sterk veld. Dan moet je wel een keer wat anders. Hè? Dan ken je niet altijd van kop af. Nee, maar monsterachtig. Paarden in vorm. Gelukkig wel. Super Bas, gefeliciteerd. Dankjewel. Bas Kree was de winnende trainer van Newton Renka. Ooit heeft Bas hier natuurlijk zijn paarden getraind op de draf- en renbaan van Emmeloord. En Newton Renka heeft al vele erenrondes gemaakt. Dit wordt zijn 9e. Maar hij vindt het vandaag misschien nog wel iets spannender. Zit toch vol dadendrang. Maar wat heeft hij het geweldig gedaan. En wat kwam hij hard af, dat laatste stukje. Met een slimme rit van Tom Kooijman. Hij vertelt op dit moment aan de fotografen dat hij niet stil blijft staan. Maar we gaan wel een mooie groepsfoto maken van de winnende connecties. Zoveel eigenaren, mede-eigenaren namens de Gele Canaries, die gaan op de foto. En als hij straks aan u voorbij komt, geef hem dan een groot applaus. Want dit was toch wel een kunststukje van Tom Kooijman. Hij wint hier met Newton Renka. Just like the sun.